Een oranje trainingspak langs het veld waar de selectie vanochtend trainde. Maar dit is geen international van PSV. Die zitten in Amsterdam voor de oefenwedstrijd tegen Mexico. 6 spelers van PSV zitten vanavond in de arena waar dat duel wordt gespeeld. Dat duel tegen Mexico, een tegenstander die trainer Philippe Cocu ook goed kent. Hij scoorde zelfs tegen het land op het WK van 1998 en zal dus ongetwijfeld even terugdenken aan dat moment als zijn pupillen het opnemen tegen zijn andere Mexicaanse pupil Andrés Guardado. Door de interlandperiode krijgt Cocu de gelegenheid om jongere spelers tijdelijk in te passen. Zij vullen de selectie aan, doen ervaring op en trainen mee. Ze stonden er vanochtend niet 3, maar 4 keepers op het veld. Dit is bijvoorbeeld de pas 16-jarige Deense keeper Lasse Mikkelsen van PSV onder 17. Hij staat tegenover de eerste doelman van PSV. Mikkelsen is een van die vele talenten uit de jeugd van PSV en kwam al eens uit voor de Deense nationale selectie. Voor de aanvoerder van jong PSV, Clint Leemans, is het allemaal wat minder nieuw. Hij ging al eens mee met de selectie naar Dynamo Moskou. En Cocu haalde ook Servio Lukovic, IJslander Hermansson en hier met tong uit de mond een verdediger Jordi de Wijs bij de groep. Ze werkten gezamenlijk een inspeel- en kaatsoefening af op de hertgang. Allemaal ter voorbereiding op dat eerstvolgende duel van PSV tegen FC Groningen. En dat Nicola Isimat niets aan het toeval wil overlaten, bewijst dit beeld wel. Mocht hij op 23 november spelen tegen de Groningers, dan heeft hij goede tips meegekregen om hun aanvallers te bestrijden. Tips van de doorgewinterde ex-PSV-spits Luc Nielis.